It's all I wanna do. Chester en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag hebben we voor jullie een commentary met achtergrond game natuurlijk een Black Ops 3 gameplay weer eens een keer. Speelt de map combined met de Man O'Ward. Het is een potje waar ik een 39-10 ijscore haal natuurlijk. Maar het gaat deze keer niet over een game. Maar ik ga het even met jullie hebben over hoe ik het in Frankrijk heb gehad. Nou, natuurlijk, zoals jullie weten ben ik in Parijs geweest. Jullie hebben de vlog maandag gezien. Als je het nog niet hebt gezien, kijk hem dan natuurlijk eventjes. Maar ik ga vandaag met jullie eventjes over hebben hoe ik het, laat maar zeggen, heb gehad. En hoe ik het vond. En hoe, naar mijn mening, ik Parijs zelf heb beleefd, laat maar zeggen. Dus ja, laten we maar beginnen natuurlijk. Ik ging dinsdag natuurlijk. Dinsdagochtend moest ik om 5 uur opstaan. Om natuurlijk al mezelf klaar te maken voor Parijs. Waar we op een gegeven moment om 6 uur al richting school vertrekten, laat maar zeggen. Omdat we om 6:30... daar klaar moesten staan omdat dan de bussen aan zouden komen. Dat is natuurlijk eventjes vertraagd naar 7 uur omdat de bussen niet op tijd waren. En toen gingen we de bus in, laat maar zeggen. En we gingen pas echt weg om 7:30. Nou, dat is toch eigenlijk al een uur vertraging. Dus dat is ook al een uur waar het dus al later in Parijs aankomt. Maar ja, de bus rijdt natuurlijk zelf. Is best wel lang. Voor mij was die 8 uur in totaal. Terwijl sommigen zeiden dat het 6 uur zou zijn. Maar met de tussenstops erbij was het bijna 9 uur zelf. Dus we hebben echt 8 uur alleen maar aan het rijden geweest. En dus een uur erbij gewoon voor stops om even iets te eten. En even te plassen als je dat moest doen natuurlijk. We hadden wel een wc in de bus. Alleen ja, er was een chemisch toiletje. Dus als je daar stond te plassen en je was klaar, dan stond heel de bus natuurlijk. Omdat het niet doorgetrokken kon worden. Omdat het in één bak verzameld werd natuurlijk. Maar we kwamen dus al eerst in België aan. Daar hebben we een tussenstop gehouden natuurlijk. Maar dat was al een Franse deel van België. Iedereen sprak de Frans, dus wij dachten, oké, we zijn dus al in Frankrijk. Maar dat was het nog niet zo. Toen moesten we nog eventjes 3 uur rijden. Toen we eenmaal in Frankrijk aankwamen, reden we langs het Paris Saint-Germain stadion. Dat was echt super, maar dan ook echt super gaaf. En daarna gingen we gelijk door naar de Eiffeltoren. Nou, jullie zien op dit moment ook een foto van die Eiffeltoren natuurlijk. Waar wij dus op, langs reden, laat maar zeggen. En ook in de vlog die jullie zien, onder gingen lopen. Want we hadden in totaal een uur de tijd om, laat maar zeggen, daar iets te doen wat je leuk vond. We wouden dus zelf in de Eiffeltoren. Alleen was toen echt heel, maar dan ook echt heel erg druk. En we hebben dus besloten om 2 dagen daarna, dus niet jammer genoeg niet in de vlog, de Eiffeltoren tot de middelste verdieping te gaan bezoeken. Maar het probleem daarvan is dat mijn GoPro en mijn telefoon beide op waren, omdat ik het vergeten was op te laden. Dus dat is echt één nadeel natuurlijk. Het was wel mooi om daarin. Ga natuurlijk via zo'n poot ga je naar de eerste verdieping. En dan ga je via de andere poot naar de tweede verdieping. Maar de dag daarna gingen we met de metro. Dus jullie zien hier ook een fotootje van het metrostation. Jullie zien steeds fotootjes. Het was best wel eng. Het is heel erg donker. Heel veel vreemde mensen die op de grond liggen en alles. Dus het is echt zo'n enge metro uit de film. Maar we gingen dus naar de Arc de Triomphe natuurlijk. Het geschenk die Napoleon aan Frankrijk had gegeven. En daar gingen wij dus ook op. Hier zie je dus een foto van dat ik op het dak van de Arc de Triomphe sta. Waar ik een foto van de skyline maak. Je ziet ook rechts de Eiffeltoren. En links zie je een kantoorgebouw. En ja, nu zie je een foto van mijzelf met 4 andere meisjes. Dat zit in mijn klas. En die vroeg even wat ze foto met me wouden. En daarom doe ik hem ook even in deze video. Ik weet niet of ze het goed vinden. Dus hebben jullie lekker pech. Maar de links is Malou. Of dat is Jolie geloof ik. Ik kan het niet goed zien. Naast mij links staat Luna, daarvan rechts staat Noah en daar is Malou. Als ik goed heb, die twee buitenste zijn tweeling, dus ik kan niet zo klein zien in het plaatje. Maar dat was ook leuk, gewoon daar zo. En daarna mochten we dus gaan winkelen of lopen op de Champs-Élysées. En jullie zien ook een foto van het uitzicht vanaf de Arc de Triomphe op de Champs-Élysées. En zullen jullie zien dat die hele straat die jullie daar zien, dat is gewoon de Champs-Élysées. Er zitten winkels van Gucci, Nike, Hugo Boss, Armani, Adidas. Vergeet het allemaal wat er allemaal staat. Je vindt geen één goedkope winkel. Ik denk in dat stukje waar we daar lopen gewoon 2 Apple Stores gezien en zo. 1 Nike Store. En ja, dat was natuurlijk gewoon super, maar ook echt super awesome om dat te hebben meegemaakt. Ook gewoon hoeveel Lamborghinis, hoeveel Bugatti's je daar zit rijden. Ik heb 1 Bugatti gezien, een Bugatti Veyron. En dat ding dat trok op.
Wow, als je dat geluid hoort, jongen, dat is echt... Dan krijg je gewoon rillingen van zo'n mooi geluid. Van die motor is dat gewoon. En van een Bugatti, oftewel gewoon een Centorno. Ja, dat is gewoon een soort van geluid die je ook in GTA hoort. Echt waar, zo'n geluid is het natuurlijk. En, ja, toen waren we natuurlijk de dag daarna naar Disneyland. Toen waren we... natuurlijk ben ik in de Space Mountain geweest, in de Rock'n'Roll. En, ja, de Tower die viel soms nog wel mee. Alleen, je schrikt je echt daar gewoon de goden aan dat je opeens naar beneden wordt geschoten. En in de Rock'n'Roll, als jullie ooit naar Disneyland gaan, geef ik jullie de tip, ga achteraan zitten. Hoezo? Als jij niet van donkerheid houdt, doe dat dan wel. Dan zie je tenminste aan de karretjes voor je waar je heen gaat. Er zijn lichten in die zaal, maar die zijn heel donker. Waardoor je net nog iets ziet als je achteraan zit. Dan zie je karretjes de beweging maken waar je heen gaat. Dan kan je al voorbereiden natuurlijk waar je naartoe gaat. De Space Mountain is een deel donker. En de rest zie je dan allemaal planeten. Dus die ook heel erg sick. Maar vergeleken met de Rock'n'Roll is de Space Mountain echt niks. Alleen dat de Space Mountain 3 keer over de kop gaat en 2 kurkentrekkers heeft. Is dan wel weer iets leuker natuurlijk. Maar ik vind het alsnog de Space Mountain dan wel iets cooler. Omdat die simpelweg ook gewoon langer duurt. En de wachtrij minder lang was. We hebben wel heel erg geluk gehad met de Fast Lane tickets natuurlijk die we daar hadden. Anders hadden wij echt gewoon 45 minuten voor elk ding moeten wachten. En nu van 45 minuten maar 5 minuten. En dat was natuurlijk wel heel erg chill. Maar, toen natuurlijk, de laatste dag, was alweer vrijdag, gingen we naar Versailles. Het paleis van Versailles natuurlijk, gemaakt door Lodewijk de 14e. En jongens, holy shit. Dat paleis, jongens, dat is gewoon serieus. Ik woon in Den Haag. Dat gaat ook echt gewoon in de geschiedenisboeken. Dat paleis is net zo groot als de stad Den Haag. Plus grondgebied erbij dan, hè. Alles daar is symmetrisch. Je kan niks anders vinden dan bladgoud en marmer. Niks is van kunst of iets. In elke kamer die daar zit hangen kunstwerken van Lodewijk. En ja, als je dus naar Parijs gaat, moet je dat gewoon een keer bezoeken. Het is echt gewoon niet normaal hoe groot het ook is daar. Want je kan gewoon niet het einde zien van die tuin. Als je natuurlijk blijft lopen, dan komt er op een gegeven moment wel een einde aan. Maar dan moet je echt zoveel kilometers lopen, jongens. Holy shit. Daar hadden wij niet eens tijd voor zelf. Want we gingen natuurlijk al naar Versailles. En als we uit Versailles kwamen, gingen we alweer terug naar huis. En de terugweg deden we in totaal 4 uur. Om alleen al uit Parijs te komen. Maar toen waren we eenmaal natuurlijk in Antwerpen. En van Antwerpen naar Nederland was nog iets van 1,5 uur. Toen kwamen we natuurlijk aan in Nederland. Het was iets van 10 uur 's avonds of zo. Iets eerder nog. En ja, het ging natuurlijk lekker naar huis. En ging ik weer slapen. En ja, dat was een beetje mijn Parijsverhaal natuurlijk. Ik ben wel van plan om met mijn auto nog een keer naar Disneyland te gaan. Omdat het gewoon super leuk was natuurlijk daar zo. En mijn vader ook wel van attracties houdt. En ik ze nou ook wel best wel leuk vind daar zo. Want ik had natuurlijk toen 3 was, ben ik daar voor het laatst heen geweest. Dus daar weet ik er natuurlijk niks van. En ja, ik vind het wel waard om natuurlijk heen te gaan. Disneyland zelf is best wel duur qua entree geloof ik. Maar dat heeft school gefixt. Want dat moesten je ouders dan wel betalen. Maar ik wist even niet hoeveel het was. Dus, jongens. Dit verhaal zit natuurlijk alweer op voor mij. Mocht je genoten voor mijn Parijsavontuur, laat het even je blauw duimpje omhoog achter natuurlijk. Als we 60 likes kunnen halen, vind ik het helemaal mooi. Bekijk ook even de vlog als je het nog niet hebt gedaan. En jongens, dan bedankt jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie leuk te zien bij de video morgen. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken naar de video. En dan hoop jullie leuk te zien bij de volgende keer. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laters.